In deze video sperps, waarbij je bot er zo uitkomt. Uit de Dutch oven, in de basket. Heerlijk. Hoi, ik ben Thomas van de Barbecue Experience Center en vandaag is wat anders dan het 3-2-1 sperps. We gaan ze namelijk lekker stoven in de Dutch Oven. We hebben laatst een polletje uitgezet op YouTube en op Instagram om te kijken waar jullie nou zin in hadden. Nou, we hebben jullie gehoord. Ze worden lekker pikant. Daar kwam ook een aantal keer naar boven. En men wilde eens een keer wat anders dan 3-2-1. Dus vandaar dat we hebben gekozen voor de Dutch Oven. Wat ik ga doen, ik ga de sperps ontvliezen. Dan ga ik ze in grove stukken snijden, ongeveer 3 bordjes dik. Dan gaan ze lekker in de rub, worden ze even gegrild op het gietijzeren rooster. En op het moment dat ze rondom mooi aangegrild zijn, dan gaan we ze met wat heerlijke smaakmakers lekker gaar stoven in de Dutch oven. En uiteraard gaat er een lekker blokje rookhout bij. Dus ik zou zeggen, let's go! Mocht je nou zoiets hebben, Dutch oven ben ik niet zo'n fan van, wees niet getreurd. Later dit jaar gaan we zeker nog meer sperps maken. Dus mocht je leuke tips of ideeën hebben, laat ze vooral even weten in de comments. En vergeet je vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal, dan mis je die video sowieso niet. Laten we beginnen met het ontvliezen en schoonmaken van de sperps. Daar waren best wel wat vragen over. Soms lukt het niet helemaal lekker. Ik leg het nog even op het gemakje goed uit. Nou, waar ik als eerste eigenlijk mee ga beginnen is even alle losse flubbertjes eraf snijden. Die gaan toch verbranden. Dus daar heb je eigenlijk niks aan. Dus net hier heb ik een mooi randje. Dat kan gewoon weg. Verder zijn het wel mooie ribben. Ze zijn lekker breed afgezaagd door de slager. Mooi dik bevleesd. Dus ik ben hier wel erg content mee, moet ik zeggen. Nou, alle losse deeltjes zijn weggesneden. En zoals je ziet, hier aan de binnenkant zit eigenlijk het vlies. Het is niet heel duidelijk te zien. Ja, maar hier zit een vlies die is vrij stug op het moment dat je hem niet goed gaart. Dus ja. Wij raden altijd aan om ze te verwijderen. Je kan hem eventueel ook insnijden kruislinks. Zeker als je bijvoorbeeld een hot and fast ribs gaat maken. Dan zou dat technisch gezien mogelijk zijn. Maar als je ze gaat stoven, wordt het toch vaak een klein beetje taai. Of als je ze low and slow gaat bereiden. Dus daarom halen we dat vlies nu even weg. Wat je dus eigenlijk doet, je begint ongeveer in het midden. En je gaat met een lepel of met een, je ziet ook wel eens met een kruiskopschroevendraaier of met een tafelmes, ga je onder het vlies. En dan probeer je hem eigenlijk voorzichtig omhoog te wippen. En dus op het moment dat je bij het bordje zit, dan maak je eigenlijk met je vork of met je lepel of met je schroevendraaier, maak je een begin. En dan kun je er met je vingers onder, doe dat wel voorzichtig, totdat je eigenlijk aan de andere kant van je rib bent. Dus je haalt eigenlijk je hand onder het vlies langs en dan kun je hem eigenlijk in één vloeiende beweging kun je hem eraf trekken. En dan heb je eigenlijk het buikvlies volledig verwijderd. Kijk, en juist, je ziet het, het is een vrij dik en stug vlies. Ja, dus dit wil je eigenlijk gewoon niet aan je sperps hebben. Dus dit wordt gewoon een beetje taaiig, wordt wat hard, stug. En dan heb je zulk mooi vlees en dan heb je toch wat taaiig vlies eronder zitten. Dus dat is eigenlijk eeuwig zonde. Dus als het lukt, zeker eraf halen. Je kan het ook gewoon aan je slager vragen of dat hij het wil doen. En vaak luchten is het wel wat lastiger om te doen op het moment dat je diepgevroren sperps hebt. Dus vers, dan blijft hij net wat beter intact. En als ze al een keer bevroren zijn geweest, is het net wat lastiger. En als je ze toevallig bevroren hebt, ja, doe ze dan echt eerst goed ontdooien en daarna lekker ontvliezen. Mocht dat nou echt niet lukken en mocht hij volledig aan vlarden scheuren, laat hem dan gewoon lekker zitten. Snij hem dan wel kruislings in, zodat hij wat meer los gaat komen tijdens de bereiding. Dan de volgende, ook weer ongeveer in het midden. Het makkelijkste is bij het bot. Lepeltje erin, beginnetje maken, doorhalen. Op het moment dat ik hem omhoog heb getrokken en hij scheurt, geen probleem. Mocht je dan niet helemaal lekker de grip kunnen pakken op je vlies, pak dan iets van een theedoek of een stukje keukenpapier. Dan kun je hem net even wat beter vasthalen en dan kun je hem wat makkelijker eraf halen. Maar nu verwacht ik dat ik geen probleem heb en dat is ook. Hop. Nou, de sperps zijn schoongemaakt, zijn ontvliest en dan gaan we ze lekker wat smaak geven. Ik ga eerst even een klein beetje Worcestershire saus aanbrengen. Om je rub een klein beetje te laten binden.
voorzichtig zien kwasten. Kan eventueel ook met een milde gele Amerikaanse mosterd. Of mocht je van pikant houden. Met een klein beetje hot sauce of barbecue saus. Net wat je zelf lekker vindt. Of je kan het niet doen. Kan ook. En die basiscoating die breng ik zowel aan de binnenkant als de buitenkant van de sperps. Want ik ga ze natuurlijk ook gewoon aan beide kanten ga ik ze rubben. En omdat het een relatief dun laagje is wat je aanbrengt, is het niet zo dat je ze maximaal afsaust met een Worcestershire saus. Hoef je ook niet bang te zijn dat het te zout gaat worden of iets dergelijks. Dit wordt vrij lastig in de Dutch oven. Dus ik ga ze eerst even een klein beetje op maat snijden. Ik gebruik ongeveer 3 ribjes aan een stuk. 1, 2, 3. En dan snij ik hem tussen de ribben. Snij ik hem door. En dan heb je mooie hapklare stukken. Nou, doordat je ze nu mooi klein gesneden heeft, hè, buiten dat het wat fijner te eten is, dat het makkelijker in de Dutch oven past, heb je natuurlijk ook meer oppervlakte om lekker wat rub aan te brengen. Ja, en het zijn echt hele mooie ribben zoals je ziet. Hè. Mooi stukje vet erop, lekker wat vlees. Dus ik heb er nu al zin in. Voor de rub gaan we vandaag gebruik maken van de Spicy Chipotle Rub van Great Goods. Lekker pikant is die. Klein zoetje en gewoon een goede rub voor op de sperps. Maar uiteraard kun je gewoon gebruik maken van je eigen favoriete rub die je zelf lekker vindt. Ja, mocht je van wat milder houden, is Braai Rub 2 natuurlijk altijd een goede. En natuurlijk The Mother of All Rubs, a.k.a. The Winner on Sperps van Sauce Guru, vind ik ook altijd erg lekker. En dit is uiteraard weer een manier om het te doen. Hè. Je kan alle stappen heel strak volgen, maar je kan ook gewoon lekker je eigen plan trekken. Dus een andere rub gebruiken, een andere basis, een ander biertje, de cola weglaten, een andere barbecue saus. Je kan dit in principe volledig naar eigen inzicht inrichten. De ribjes zijn lekker gerubt. Ik heb ze even een paar minuutjes laten staan, dan kan het een klein beetje intrekken. Je zou het eventueel ook natuurlijk lekker een dag van tevoren in de rub willen kunnen zetten. Maar dit gaat prima. Dan ga ik ze eerst even met de vleeskant naar beneden ga ik ze op het gietijzer rooster leggen. Dan gaan we ze even lekker rondom aangrillen. En het voordeel is ook bijvoorbeeld op een braai of op een O4 of... Noem het maar op wat voor barbecue. Kun je deze techniek natuurlijk ook gewoon prima toepassen. De bastard staat op 200 graden. Volledig direct. En het gietijzerrooster op het laagste niveau. Dus gaan we ze gewoon op het gemakje lekker aangrillen. Laat maar gaan. En dan daarna gaan ze in de Dutch oven. De sperps zijn aangegrild, zodat ze rondom een mooi lekker korstje hebben gekregen. Ik heb ondertussen de barbecue omgebouwd naar een indirecte opstelling. En dan ga ik nu even mijn Dutch oven warm zetten. Zonder deksel, die gaat later pas op. En op het moment dat die warm is, ga ik een aantal teentjes knoflook eventjes aanzweten. En dan gaan er allerlei lekkere smaakmakers bij. Lekker barbecue saus, donker biertje, een beetje cola. En dan gaan de ribben erin en dan als laatste wat kalfsfond en lekkere Amsterdamse uitjes. De knoflook is inmiddels ook aangebakken. Ik heb nog een klein beetje oregano toegevoegd. En dan gaan we nu het geheel afblussen met wat mooi donker bier. In dit geval de dubbel van Magistraat en een klein beetje cola. Ook ongeveer een fles. Gewoon vol zoete Coca-Cola. We gebruiken cola en bier, omdat ja, er zit natuurlijk lekker wat zuur in. Waardoor je ribbetjes nog sneller en nog malser gaar zullen worden. Er gaat er lekker een flinke knijp Great Good barbecue saus in. In dit geval de Sweet and Smoky. En dan is het tijd om de ribbetjes in de Dutch oven te leggen. Dus als de ribben erin zitten, gaat er nog ongeveer een litertje runderbouillon bij. En dan gaat heel snel de deksel van de barbecue dicht. Wachten we even totdat hij lekker op stoom is. Gaat er nog een blokje rookhout bij zometeen. En dan daarna op het gemakje de deksel erop. En dan is denk ik
een uurtje of twee en dan zijn ze niet alleen te gaan. De richttemperatuur voor het bereiden van deze ribs is ongeveer 150 graden. En dan heb je voldoende dat hij lekker gaat pruttelen, maar gaat het zeker niet te hard. Want je wilt niet dat hij echt maximaal gaat koken. Gewoon rustig stoven en laat maar gaan. Nou, de ribben hebben ongeveer 20 minuutjes gehad. Het rookhout wat ik erop heb gegooid, dat heeft ook zijn werk kunnen doen. Ik had een lekker blokje hickory erop gedaan. Dat is lekker een beetje die baconachtige tonen. Krijg je dan in je sperrips. Super lekker. Dat is natuurlijk klassiek met varkensvlees. Ik ben een fan van in ieder geval. En de ribbetjes zijn lekker aan het pruttelen. Dus ik ga alvast wat Amsterdamse uitjes toevoegen. Dan krijg je ook weer een wat lekker fris zuur effect. En je hebt gelijk wat garnituur in je saus zitten. En het geeft gewoon lekker wat smaak af. Een eetlepeltje of 4 gaat erin. En dan gaat weer snel de klep van de Kamado dicht. En dan gaan we ze rustig verder laten stoven. Tot ze mooi gaar zijn. Mocht je met deze ribben lekker thuis aan de slag willen gaan, check dan even de link in de beschrijving. Daar staat het compleet uitgeschreven recept. En kun je gewoon lekker thuis lekker aan de slag. Heerlijk. Deze ribben die heb ik niet zelf bedacht. Het is een heerlijke creatie van Zoe Tak. Staat in het ultieme vleesboek. Dus mocht je ze thuis willen maken, koop dan zeker het ultieme vleesboek voor deze heerlijke ribs. We zijn 4 uurtjes verder. Ze zijn er om 11:30 opgegaan. Het is inmiddels 4:30. Ja, ze zijn echt fall of the bone gaar. Om even een idee te geven. Het is eigenlijk een soort van pulled pork met been erin. Maar wel ontzettend lekker. Onwijs veel smaak. De saus is lekker ingedikt. Hij is pikant. Hij is licht zoet. Hij heeft wat frisheid nog van de zilveruitjes. Kortom, heerlijk. Laten we een klein bordje opmaken. Zo, dan zullen we ze even gaan proeven. Ik doe het gewoon met een lepel. Zo zacht zijn ze. Oh, heerlijk. Lekker pikant. Beetje zoet. Ook wel een beetje frisheid. Echt heel lekker. Wil je ze nou wat steviger hebben? Hè? Nu zijn ze echt bakkergaar. Ik vind het zelf wel lekker. Maar wil je ze nou wat steviger hebben? Uurtje of 2, 2,5 kom je denk ik al een heel eind. Dat zal goed zijn. Dan zou ik ongeveer de kern van 90, 92 aanhouden. Kun je tussendoor eventueel meten. Maar nu zijn ze zo zacht. Heerlijk. En vooral die saus erbij. Echt heel lekker. Goed, lekker royaal erbij. Is niet te vet. Heerlijk. Ik zeg, ideaal. Je hebt er geen omkijken naar. We hebben in de tussentijd nog een tweede video opgenomen vandaag. En ondertussen hebben we deze gewoon lekker op het gemakje kunnen stoven. Ze hebben echt nog een lekkere rooksmaak ook opgepakt. Doordat die eerste 20 minuten. We hadden hem vrij ver dichtgezet. Dus de temperatuur die is begonnen op 160. Vervolgens teruggezakt richting de 115. Ja, en ze zijn perfect. Wil je nou met dit recept lekker aan de slag? Check dan even de link in de beschrijving voor het compleet uitgeschreven recept. En in dit recept staat zelfs een lekker biertje wat je er eventueel bij kan schenken. En ik zou zeggen, ga er zeker mee aan de slag. Vond je dit nou een leuke video? Geef ons dan een duimpje omhoog. En vergeet je vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Zet dan ook het belletje aan. En dan krijg je automatisch een melding wanneer we weer een nieuwe video voor je hebben klaarstaan. En wil je meer video's zien? Klik dan hier. Hoi!